denk dat u toch ook wel respect hebt, de ene keer al meer dan de andere keer, voor de rechtspraak. In het Oosterweerverhaal zijn het activisten en zijn het mensen die wetten maken. En het is niet aan de rechters om wetten te maken, maar aan de politiek om wetten te maken. Maar dan aan de andere kant, het stikstofarrest is voor u de heilige graal en moet zo rap mogelijk worden toegepast. Maar er is niet alleen de CD&V die het akkoord niet meer genegen is of nog nooit genegen geweest is. Ook uw andere coalitiepartner Open VLD. Ik heb hier vorige week bijna hysterisch, mevrouw Rutten, en ik begrijp het. Averbode ligt in uw achtertuin. Hey, er is ook wat electoraal gewin meegemoeid. Ligt in uw achtertuin, maar u hebt hier vol passie en vuur verdedigd dat er een uitzondering zou gemaakt worden voor de abdijhoeve van Averbode en dat dat moest herzien worden. Averbode is maar een symbooldossier. Hij staat symbool voor die 41 bedrijven die inderdaad met sluiting worden bedreigd. Tot daar, voorzitter. En helaas moet ik nu vertrekken. U had daarnet gesuggereerd dat hier zo interessant was dat u hier toch zou blijven. Is maar in de commissie Welzijn had het over... Die laatste spreker was een afknapper. In de commissie Welzijn had het over hormonale conceptie. Dus dat was ook wel... Heel ook belangrijk thema. Ook interessant. Collega Rutten. Ja, ik zou daar eens goed gaan luisteren als ik u was, want als u gepassioneerde tussenkomsten van vrouwen afdoet als hysterisch, dan moeten er nog wat pilletjes gepakt worden, denk ik. Ik neem er nu al een pak. Ga dat maar doen. Hè. Dat is... Nee. Dat is heel erg vorige eeuws.